Een hele goedemorgen guys en welkom bij een nieuwe video. Ik ben aan het klaarmaken met Sophia en vandaag leven wij op zaterdag en morgenochtend gaan Sophia en Karagounis terug en overmorgen gaat Mustafa terug. Oh my god, I'm so sad. Maar goed, vandaag gaan we lekker genieten van onze dag. We gaan nu naar buiten met de kids. We gaan naar Kids Playground in Dubai Mall. We wilden eigenlijk naar IMG World gaan. Maar die gaat pas om 12 uur open. En we hebben hierna nog een planning. Dus dat is een beetje aan de late kant. Dan gaan wij met z'n vieren gaan we naar Abu Dhabi. Naar de Grand Mosque. Ik heb daar zoveel zin in. Laatste keer toen we in december hier waren, waren we ook met de kids naar de moskee gegaan daar. En het was amazing. Ik ben er vaker geweest, maar elke keer als ik daar terug ga, vind ik het gewoon amazing. Sophia hebben we vandaag ook moslima gemaakt. I'm telling them that we make you Muslim today. We didn't speak about this. Sophia had alleen maar korte kleren mee of heel erg open, want dat is gewoon haar stijl. En ze heeft een jurk van mij aangetrokken. Die ik ook trouwens een koffie aan het drinken. Vandaag ben ik in een positieve vibe. I don't know why. Dus ik ga vandaag heel veel lachen, heel gezellig met jullie kletsen. En mijn haar ziet er echt niet uit, maar ik heb ook geen zin om mijn haar extra te gaan doen ofzo. En ik heb deze dus gekocht in Turkije bij Grand Bazaar, bij Kapalletjarsje in een winkel. Ze hadden deze ook in het zwart. Daaronder heb ik hem gecombineerd met lichte kleuren. Ik heb deze t-shirt aan van de Zara en deze legging. Oh my god, deze legging is zo fijn jongens, zo'n fijne stof. Is van Noraida.nl. Ik zal ook haar website onder deze video posten. Ik zeg wel de hele tijd Noraida.nl, maar dat is gewoon de website, echt stom. Maar het is van Noraida. Dit is de top. Ik zou eigenlijk nu ook deze top hieronder dragen, maar ik denk dat het veel te warm gaat zijn in Abu Dhabi. We leven hier in bijna juli. Pasta heb ik van Sophia gekregen. Ze heeft er 3 voor mij meegenomen. 2 jaar geleden toen ik in Griekenland was op haar verjaardag in Athene had ik deze ook gekocht. En ik kon hem in Nederland wel op mijn website vinden. Als je hem googelt in Nederland kun je hem ook krijgen. Maar je kan hem niet bij apotheek en drogisterijen krijgen volgens mij. Dit is van De Pur Dent. En jongens, dit is echt het beste wat ik ooit heb gehad als het gaat om facings. Maar je kan hem dus ook gewoon gebruiken als je geen facings hebt. Het klinkt net een reclame, maar ik gun het jullie. Volgens mij heb ik deze eerder ook al laten zien. Maar ja, facings verkleuren heel snel. Vooral als je een koffiedrinker bent of roker of whatever. Of heel veel aan de cola zit. En ik ben een koffiedrinker, dus ik merk snel dat mijn facings snel verkleuren. En hiermee poets je niet je tanden, maar hiermee echt, je hebt zo'n mini hiervan nodig. Nadat je je tanden hebt gepoetst, dan ga je gewoon met je tandenborstel ga je opnieuw je facings poetsen. Alleen op de plekken waar je facings hebt. Tenminste, dat is hoe Sophia en ik het doen. Volgens mij mag je deze niet eens gebruiken voor facings, dus je moet heel voorzichtig zijn. Maar ik ben hier verslaafd aan. Ik merk echt als ik hiermee een beetje mijn facings heb schoongemaakt, gepoetst. Dat mijn facings dan echt gewoon veel lichter zijn. Kids, zijn jullie ready? Ja. Are you ready, Marilia? Ja. Kijk, niet op mijn voet komen. Ik ben een A. Ben je een A? Het is een A. We komen bij de mall. En hier heb je dus een kids playground. En best wel een hele grote. Daar gaan de kinderen nu spelen. Ik ben even naar de Apple Store geweest. Ik heb dit gehaald. Wij zijn nu onderweg naar Abu Dhabi. We hebben de kids thuis afgezet, kids laten eten. Want wij gaan naar de Grand Mosque. En vorige keer toen ik daarheen ging, hebben jullie ook wel in mijn Dubai vlog gezien van afgelopen december. Waren we bij deze tankstation gestopt met de kids, met Arda en Zeen. En hebben we hele lekkere hotdog gegeten. En dat wilden we vandaag weer doen. Dus we gaan nu even die hotdog weer ophalen. En zat hier hele lekkere limonade of ijsthee, passion fruit. Het was amazing, zo dat gaan we even doen. Nou, we waren bij de verkeerde tankstation, dus gingen we hier in de auto zitten. Ik heb letterlijk mijn vlog erbij gepakt van december om aan die man daar te laten zien. Maar het is de eerste tankstation als je Dubai eruit bent. En het heet Adnak.
Adnok. He said Adnok. Yes, it's this one. Yes, it's this one. For sure. Yes. Hey, tussen verkeerde spieren, zeg maar. Jongens, we zijn aangekomen. En dit is de hotdog waar ik het over heb. En deze passion fruit, fruit fris. Ze hadden alleen maar twee hotdogs. Dus we hebben het gedeeld met z'n allen. Not for me. Wij zijn er. Oh my god, I love this music. You look really good. Turn. Wow, mashallah. Nou jongens, wat ik aan had was veel te doorzichtig. Dus ik heb even een jurkje gehaald voor 45 dirham. En ik vind dit ook wel echt, ja, jurkje of abaya of whatever, hoe je het ook wil noemen. En ik vind hem echt fijn, want ik kan hem ook gewoon meenemen naar de moskee in Turkije. Zo ziet hij eruit. En Sophia is ook, mashallah, onze zuster geworden. Nice. Moes heeft ook iets nieuws gehaald. Heel mooi, Moes. En Kara Gunes ook. Kara, it's good on you. Nou, we zijn er echt net 10 minuten geleden aangekomen. Zonsondergang. Het is wel echt heel mooi. Valt wel mee, hè, qua warmte, Moes. Ik had echt veel erger verwacht. Ik denk dat als ik mijn kleding hieronder niet. Maar vergeleken met december is het wel echt rustig, hè. Weet je nog hoe lang we in de rij hadden gestaan? Nu viel het echt mee. Ik wil met foto's maken. Ik moet wel sneller aan de rust. Ja. Yeah, that's a good question. Nou, we waren net naar de gebedsruimte. Dus het was de eerste keer voor Sophia dat ze zag hoe wij islamitisch bidden. Ah. Ja. En nu zijn we Mustafa en Karagounis kwijt, want Moes is ook gaan bidden. Oh, daar zijn ze. They are there. Nou jongens, we zijn net aangekomen bij de Blue Waters. Sophia en ik zijn afgezet. We hebben een beetje geslapen in de auto. Ik zit er echt moe uit. En het was een geslaagde avond. Ja, moskee was echt heel fijn om even daar naartoe te gaan. En nu toevallig loop ik nu langs een restaurant die ik laatst op TikTok. Yes, this is nice, hè? It's really famous on TikTok. Really famous on TikTok. I saw it. The pot. Yes, it's a restaurant. You can sit inside, drink something or eat something. Sophia is helemaal verliefd op Dubai. You like Dubai, hè? Yeah. Ik heb echt geen idee. Ik was dit even kwijt. Hi guys, ik leef vandaag op maandag. En zondag. En vanochtend zijn Kara en Sophia en Marilia zijn vertrokken. Ze hebben een overstap in Istanbul, want ze moesten naar Athene vliegen. Ik mis ze nu al. Eigenlijk heb ik de hele dag erop zitten. Kids en zo zijn naar buiten gaan om te douchen. En ik heb van mijn teen, zoals ze weten, heb ik mijn teen heel erg bezeerd. Mijn hele nagel is eraf. Daar hadden ze voor 3 dagen soort van een gips geplaatst. Gips eromheen gezet. Die heb ik vandaag eruit laten halen. En dat doet echt niet normaal veel pijn. En dat,
mijn hele nagel is eraf. Dus dat stukje waar de nagel op zat, of zeg maar het huid, is nog helemaal week. Echt vreselijk. Maar goed, het is niet anders. Ja, ik ben afgelopen dagen echt mega druk geweest. Vooral omdat we ook visite hadden. En ze hadden niet zo heel veel dagen hier. En het zijn ook de laatste dagen gemoest van. Want haar gaat morgenmiddag alweer weg. En ja, eigenlijk heb ik gewoon heel weinig gedaan aan als het gaat om waarvoor ik ben gekomen. Maar vanaf morgen ga ik daarmee aan de slag. En ik heb eigenlijk nog een elastiek nodig, maar die heb ik niet. En nu gaan we voor het laatste keer samen met Mustafa vandaag. Tenminste hier in Dubai. De laatste keer gaan we uit eten bij Bab el Mansour. Geen idee of ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval, altijd als ik naar Dubai kom, gaan we standaard erheen. Super lekker ontbijten daar en vooral dineren. Ik heb zo zin in tagine. Het is een Marokkaanse restaurant, die hebben jullie vaker in mijn Dubai vlogs gezien. We gaan daar dus zo meteen uit eten. Ik ga snel klaarmaken, want we komen net van boodschappen doen. En ik verga van de honger. En ik moet een elastiek vinden. Oh, hij zit vast. Nou, top. Ik ben echt verslaafd aan deze box. Is zo fijn, jongens. Als je vooral zo'n strakke knop doet of een staart. En je moet je haar, babyhaartjes wegwerken. Echt ideaal. Gewoon top. Zo. Ik kijk naar de brunette. Moet ik het even aan mijn hoofd gaan doen. Het ziet er niet uit. Voilà. Ik heb trouwens een color corrector gekocht van Huda Beauty. Ik had al gezegd dat ik deze zou kopen. Ik had het op haar Insta gezien. En ze heeft deze dus uitgebracht in meerdere kleuren. Volgens mij is ze ook de eerste die hem in meerdere kleuren heeft. Ik heb niet echt heel erg last van donkere oogkringen. Maar soms irriteer ik me er wel echt aan. Dus ik heb hem in kleur peach aangebracht. Ik heb hem hier al ook al aangebracht. En volgens mij is dit echt too much wat ik heb aangebracht. Dat merkte ik net aan die andere kant. Maar ik ben benieuwd hoe het blijft zitten. Want wat ik tot nu toe zie, is die wel echt. Wat ik tot nu toe heb gezien, is het er wel echt goed uit. Ook bij mezelf. Trouwens, concealer die ik heb gebruikt, of gebruik, is van Fenty Beauty. Hij is best wel licht qua kleur. Het is wel echt mooi, die corrector. Ja, echt nice. Nou, mijn outfit of the day. Ik trek deze rok aan. Het is een rok. Met deze blouse. Ik kom met 3 minuten aan. Moes, wat ga jij eten? Ik ga alles. Tagine? Nee, alles? Harira. Soep, alleen soep? Ja, en hoofdgerecht. Ja. Wat ga jij eten, Arda? International Dubai. We gaan naar Marokkaanse restaurant, schat. Ik ga dit eten. Kleinste stuk. Ja? Ja. Ik heb dat niet gehoord. Waarom zie ik niks? Wat? Ja joh, hoe was jouw harira soep? Harira? Ja, harira. Lekker. Lekker hè? Nou, we hebben hier van alles al gegeten. We zitten super gezellig hier, vooral Zeen. Zeen? 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 Ben je op je rijst aan het wachten? Nee. Ben je couscous aan het wachten? Weet je op wat mama is aan het wachten? Ja. Op tagine. Ja. Vinden jullie dit een mooi restaurant? Nee. Nee? Ja of nee? Ja. Eerlijk zeg. Ja. Vind je het een mooi restaurant? Ja. Arda. Ik vind het brood te mooi. Wat vind je? Een brood restaurant. Een boze? Nee, een brood. Een blote restaurant? Brood. Brood restaurant. Lekkerste wat er bestaat. Echt niet.
Echt wel, mama vindt dit echt super lekker. Deze kip is hier lekker in deze rijst. Ja, vind je die rijst ook lekker? Papa heeft gril. Morning Zeen. Zeen, waar zijn we net geweest? Naar de dokter. Wat heb jij? Chickenpox. Waterpokken. En niet zo verdrietig doen. Je mag wel een ijsje, zei de dokter, toch? Ja. Nou, Zeen is wakker geworden met waterpokken. We leven vandaag op maandag trouwens. Arda. Ja. Arda heeft zichzelf aangekleed. En je ziet er goed uit, schatje. En Moestie. Ik ben ready. Gaat weg, hij gaat ons verlaten. Oh my god, we're gonna miss you baby, too much. Arda, gaan we hem uitzwaaien? Oké, okay, we gaan hem naar de airport brengen. En ik ben hier nog aan het struggelen met mijn teen. Ik moet hem even... Ik moet deze crème erop smeren, zo'n antibiotica crème. En ik moet hem ook, als ik naar buiten ga, even een pleistertje gebruiken. Ja? Ben je broodje van papa aan het vasthouden? Dat is lief van jou. En dan hebben we hier Moestie, die nu lekker naar Turkije, naar Istanbul gaat vliegen. En vanuit Istanbul naar Izmir. En dan gaat hij weer terug naar Banderma, want ons moet zich melden bij de club. Zijn zomerstop zit erop, vakantie zit erop. Echt hè? En wij gaan hier nog langer blijven. Ben je blij? Ja. Heb je eindelijk je prime? Papa heeft het je beloofd, hè? En ik wil die blauwe. Ja, die blauwe krijg jij. Pak maar, snel, pak eruit. Kijk eens. Zeen, omdat papa weg is, krijg jij een cadeautje. Omdat papa weg is, krijg jij een cadeautje. En omdat je waterpokken hebt, okay, heb ik iets heel leuks voor jou gehad. Dat je al heel lang wilde. Toch, Arda? Kom maar. Drie. Nee, nog niet laten zien. Ogen dicht. Kom. Oké, nu zijn wij officieel alleen. Hi baby, heb je gevonden? Heb je gevonden? Goed zo, liefie. Ah, ik vind het zo zielig dat ze een waterpokken heeft. Hij mag ook niet zwemmen. Nee, geen kippenpokken. Dat is letterlijk vertaald vanuit Engels. Zeen zegt, ik heb kippenpokken. Iedere keer als ik naar de supermarkt ging, sorry mijn belichting is even slecht. Iedere keer als ik naar de supermarkt ging, zag ik dus deze cake. Van het merk Marvella. We Know Better Honey Cake. En iedere keer dacht ik, ik moet hem halen. Want hij ziet er zo lekker uit. En ik hou normaal echt niet van taarten en cakejes. Maar deze deed me echt denken aan zo'n Russische taart. Die wij zelf ook wel eens maken. En hij is abnormaal lekker. Lekker, ik zet jullie even neer hoor. Kan zijn dat de belichting wat slechter wordt. Maar ik ben mais aan het maken. Ze hebben hier zo'n lekkere... Wacht, de belichting is echt super slecht. Maar ik ben net klaar met het koken van de mais. En ik laat hem even afkoelen. En dan kunnen de kids hem alvast gaan eten. Ik ben vanavond uitgenodigd voor een modeshow door Ihsan. Nou, Ihsan die komt uit Nederland, die woont in Dubai en de laatste keer dat ik met Ihsan was, was volgens mij 3 jaar geleden. Toen ik ook in Dubai was, hebben we een super leuke tijd samen gehad. En zij zit op een modeacademie hier. En zij heeft dus vanavond haar afstudeeropdracht, modeshow. En ik ben uitgenodigd, dus ik ga vanavond daarheen. Super gezellig, super leuk. Ik ga nu snel douchen en dan ga ik wat aan mijn hoofd doen. Ja, dat is echt even nodig. En wat ik met jullie wil delen, dat heb ik jullie beloofd, is het volgende. Ik heb hier het contract van Emaar. Die moet ik zo meteen helemaal doornemen. En it's official guys. Mijn eerste investering, of onze eerste investering in Dubai. En ik heb hier echt zoveel zin in. Het is best wel een heel dik contract. Ze hebben hem ook al naar Nederland gestuurd. Maar omdat ik momenteel hier zit, kijk, het is echt heel dik. Maar daar gaat het. Heel sterk ben jij. En het gaat om een appartement. 2-kamer appartement. Die vrijgekomen is. Die was al gereserveerd door iemand. Die is vrijgekomen ook nog in een project waar ik echt een oogje op had.
Nou, sorry guys, ik moest echt even pauzeren, want anders ga ik het niet redden qua klaarmaken en zo. Ik heb net gedoucht. Of course heb ik mijn haar gewassen met de shampoo van Mika. Ik wil jullie daar ook even iets over vertellen. Want we krijgen best wel veel vragen erover. Nou, zoals jullie weten zitten er heel veel natuurlijke olie in. Het is een heel natuurlijk product. Geen sulfaat, geen siliconen, geen parabenen, vegan. Het is ook nog halal. Ook nog halal laten erkennen. En het is ook approved bij PETA. Of PETA. Daar ben ik ook heel erg trots op. En daarnaast er zit natuurlijk castor oil in, argan oil, shea butter, coconut oil, avocado oil, aloe vera en jojoba olie. En daardoor krijgen we dus heel veel de vraag, wordt je haar vettig daarvan? Je moet wel beseffen dat het echt heel natuurlijk voor je haar is en heel erg voedend voor je haar is. Dus omdat er zoveel olie in zit, kan het anders aanvoelen dan een andere shampoo waar bijvoorbeeld maar één of twee soorten olie in zitten. Maar aan het einde van de dag wil je gewoon de perfecte shampoo voor je haar. En wil je dat je haar gewoon extra gaat stralen en gevoed is en gezonder aanvoelt, gezonder uitziet. En ja, ook krullen. Ook heel veel vragen over haren met krullen. Geloof mij, mensen die krullen hebben en die deze shampoo gebruiken, zeggen tegen mij, ik wil gewoon niks anders. En dit zeg ik echt niet omdat dit mijn product is, of van Mika is, of whatever. Dit zeg ik echt vanuit mijn hart. Dit is gewoon een ervaring tot nu toe. En dat heeft ook te maken met dat wij echt gewoon letterlijk, ik heb zo lang aan dit product gewerkt. Er is zoveel fout gegaan onderweg naar het eindresultaat. En ik ben zo blij dat er zoveel fout is gegaan. Want uiteindelijk hebben we gewoon de ideale hairconditioner en de shampoo gelanceerd. Waar onze klanten heel erg tevreden over zijn. En graag zou ik jullie ook willen bijkletsen over het volgende. En dat is dus investeren in MR. Zoals jullie net hebben gezien in mijn laatste beelden. Waar is mijn foundation? Oh my god, waar heb ik mijn foundation gelegd? Huh? Ben ik nou blind of gaat hier... Oh, hier, voor mij. Bij Creek Dubai is er een heel project gaande, zoals ik al eerder heb verteld. Het is van Emaar. Dat wordt de toekomstige downtown. Er komt een hoogste toren van de wereld. De toekomstige downtown van Dubai. Dus het is nog wel zeker 10 à 12 jaar totdat daar alles gebouwd is. Een appartement waar wij dus in hebben geïnvesteerd is een appartement met twee slaapkamers. Van Emaar en in 2026 is die al klaar. Moet ik dus vanavond ondertekenen. Ik heb al een beginnerscontract ondertekend. Zo'n betalingsding en dat ze het voor mij zouden reserveren. Zo werkt dat hier. Dus ja, dit is mijn eerste investering. Ik vind het echt super spannend. Maar ik ben ook super trots. En ik heb eigenlijk wilde ik 2 maanden naar Dubai. Omdat ik dus hier achteraan wilde gaan. En nu heb ik zoiets van, ja eigenlijk heb ik hier volgende maand niks te zoeken. En ik ben blij dat ik al wat anders op de planning had staan. En daardoor ga ik dus volgende maand naar een ander land toe. En ik ben ook echt heel erg actief op TikTok. Dus ik zou zeggen volg me ook op TikTok, malika.zijmak. Ja, dus eigenlijk waarvoor ik ben gekomen is geslaagd. Guys, ik moet hier wel echt wennen aan autorijden. Ik vind het hier wat lastiger dan in Turkije. Dat heeft echt te maken met dat er wereldreizigers zijn hier. Dus alle mensen, letterlijk iemand voor mij en achter mij, die hebben gewoon een heel ander rijgedrag. Dus je moet, heel de wereld is hier in samengekomen. Dus daardoor is het ook een beetje lastig om een beetje het gevoel te hebben van oké, wat gaat deze auto hier links van mij zo meteen doen. Sommigen geven netjes hun knipperlicht aan, sommigen voegen gewoon hoppa erin alsof jij niet bestaat. Ja, dat heb je een beetje overal wel, maar alsnog, ik vind het hier zelfs lastiger dan in, hoe heet dat, in Istanbul. Maar het leeft hier wel echt abnormaal. Echt niet normaal. Zo. Nou, ik ben aangekomen. Oh my god, het is zo warm buiten vandaag. Echt niet normaal. Ik ben ergens geparkeerd. Ik weet niet of ik verkeer mag parkeren. Het is echt druk.
En alles zit bij je, vallen zit alles vol. Het is niet anders, jongens. Het is niet anders. Dit is echt mijn lifesaver. Ik blijf het zeggen. De brush van Mika. My lifesaver forever. Jongens, ik hoop dat mijn auto er nog is als ik straks terugkom. But I don't care. Nee, grapje. Of course I care. Ik ben zo blij dat ik echt aan ga zien. Ik ben echt benieuwd naar haar collectie. Nou, ik ben trouwens bij een hele leuke plek. Kijk. Het ziet er echt heel gezellig uit hier. Ik weet niet, ze hebben hier allemaal restaurantjes, cafés, allemaal ateliers. Ik weet niet wat allemaal, maar echt wel veel. Ja. Oh, ik ben echt te ver naar achter geparkeerd. Wait one second. Ik doe alsof dit hele VIP van mij is. Nou jongens, nou guys, ik ben terug bij ons appartement. Het voelt zo raar dat Moes weg is. Het was zo druk deze dagen. Ineens iedereen is weg. En tenminste, het voelt gewoon zo anders of zo. I don't know why. Maar modeshow was echt amazing. En ik ben echt trots op haar. Ik heb even geknuffeld met haar aan het einde. En we gaan... snel afspreken, want ze is afgelopen dagen weken heel erg druk met haar afstuderen. Maar echt mega trots op haar. En nu ga ik lekker naar binnen. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Mochten jullie vragen hebben, stel ze onder deze video. En volg me op TikTok malika.zijmak. En kijk of de sale van Mika nog online is. Thanks voor het kijken. Love you guys. Bye bye.